Nou, dit is zo'n dag dat er twee stille krachten in beeld komen. En wel de gebroeders Bos, Bert en Gerbrand. Bert, ik begin bij jou. Wat doe jij zoal binnen DVS? Verschillende dingen. Hoofdzaak doe ik trainen van de vrouwen 2. En ik ben steward, doe bardienst, club van 100. Doe maar. Ja, verschillende dingen dus. Ja, dat is helder. Ja. Gaan we naar je broer toe, Gerbrand. Ik ben dezelfde dingen, behalve trainer van dames. Ik zit wel bij de maandagmorgenploeg, 2 dagen in de week. En dat in tegenstelling tot jou, Bert. Ja, ik heb het wel gedaan, maar ja, ik werk nu. Ja. Zeg Gerbrand, hoe lang loop je al mee in het vrijwilligerscircuit van DVS? Dat wordt in januari 50 jaar. 50 jaar? 50 jaar, ja. En 11 januari werd ik 65 en 50 jaar geleden zijn we bij Jan te Maat begonnen met het wekkertje bouwen en niet te thuis. Jan te Maat en het wekkertje, over welke straat hebben we het dan? Aan de oude Telgseweg zat hij toen nog en dat deden we bij hem thuis. Oké. Prachtige tijd. Ja. En Bert, was jij er ook bij betrokken? Ik heb wel gedaan aan het wekkertje, maar niet zo snel als dat Gerbrand dat deed. Ik ben ook bezig geweest met de klok vouwen. Dat is ook allemaal al verleden tijd, hè. De klok bestaat ook al niet meer, dus dat is alweer een poos terug. Ja. Ja. Die gebroeders Bos, wat schelen die in leeftijd? Heel veel. En dat is iets van 20 jaar verschil of zo? Zo lijkt het mij. Ik ben 8 jaar jonger. Oh, dat zou je niet zeggen. 8 jaar jonger? Ja. En uit welk gezin komen jullie? Hebben jullie nog meer broers en zussen? Ja, we hebben nog een oudere broer en een... ik heb een jongere zus en hij heeft een oudere zus. En zijn die ook actief binnen DVS? Mijn broer, oudste broer, die komt veel kijken. Mijn zus niet. Dus, mijn oudste broer is ook veel met kleinkinderen die voetballen. Daar is hij ook veel bij, zaterdagsmorgens. De man van onze zus die komt wel altijd kijken bij thuiswedstrijden. Ja, ja. Maar het is echt een geelzwarte familie, de familie Bos? Ja. 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 Van kleins af aan met pa meegenomen naar de oude Nijkerkweg vroeger al, toen DVS daar nog voetbalde. Ik kan me niet al te veel meer van herinneren, maar wel dat het heel druk was en dat ik tussen de benen door moest kijken. Dat reclameborden waren er toen nog niet. Dus, Hey. Jullie hebben dus die vereniging wel zien veranderen in de loop van de tientallen jaren. Ja, ja, duidelijk. Wat is DVS nou voor vereniging, Bert? Een hele sociale vereniging, vind ik. Iedereen is er welkom. Mensen zijn hartelijk. Kijk, elke club markeert wel wat aan, maar ik denk dat DVS bij een van de betere clubs hoort van Nederland. Van Nederland? Vind ik wel, ja. Ja. Dan heb je vergelijkingsmateriaal met andere clubs? Je hebt zeker wel vergelijkingsmateriaal. Dat zie je onder andere aan de businessclub, hoe gewild dat is. En daar kun je het ook aan merken. Okay. En dat is dus toch wel een van Nederlands grootste, denk ik, onderhand. Want het groeit en het groeit maar. Dus, ja. En Gerbrand, kun je er nog iets op aanvullen? Ja, wat is kenmerkend voor de DVS-familie? Nou, als je ziet hoe trouw de mensen zijn en hoe lang ze al hier komen en altijd blijven komen. DVS in het clublied staat DVS er altijd in ons hart. Maar dat is bij een hele hoop mensen is dat het geval. En ik denk dat dat de kracht van de vereniging is. Bij welke vereniging vind je 350 vrijwilligers? Ja. Daar mogen we met z'n allen best trots op zijn, vind ik. Dat is gewoon een heel groot goed dat je dat hebt. Ja. Als je nou terugkijkt op die tientallen jaren, Gerbrand, wat is nou, het is een moeilijke vraag, maar ik stel hem toch. Wat is nou een hoogtepunt voor jou? Waar kijk je nou met ontzaglijk veel plezier op terug binnen DVS? Nou, op al die jaren dat ik leider was. Leider van het eerste bedoel je? Nou, maar ook bij het vijfde en het vierde en het derde waar we kampioenschappen hebben meegemaakt. En bij het eerste was natuurlijk ook een hele mooie tijd. Daar ben ik 16 jaar leider van geweest. Ook geweldig. Dat was echt fantastisch. Ja. Je hele leven stond altijd in het teken van DVS. Daar deed ik mijn gezin wel eens mee tekort voor, maar mijn vrouw heeft eigenlijk nooit gezeurd. Ik heb ook een hele lieve vrouw, dus dat mag ook best. Ja, maar dat zegt ook wel iets over het thuisvond natuurlijk, hè. Als jij zo actief bent. Als die er niet achter staat, dan ook het een en ander. Ja. Nee, daar heb ik gewoon heel veel aan te danken. Leven zonder DVS is voor mij altijd ondenkbaar geweest.
Is dat voor jou, Bert? Ja, ik ben hier ook altijd. Dus, En noem eens zo'n hoogtepunt uit het verleden? Voor jou? Dat is toch het derde, vierde, vijfde. Daar hebben we het ook over gehad. Heel veel kampioenschappen meegemaakt. En gewoon een hele leuke tijd gehad. Maar zoals nu ook, trainen van dames 2 is hartstikke leuk. Okay. Ja, ik geniet overal van eigenlijk. Dus ja, als ik maar hier ben, dan voel ik me thuis. Het is eigenlijk ook mijn tweede huis. Ik ga even over op de mensen die achter deze mensen staan. Dat is een beetje een rare zin, maar Bert, wat is nou eigenlijk wat is nou een belangrijke waarde voor jou in dit leven, zeg maar? Waar sta jij nou echt voor als je met mensen omgaat? Eerlijkheid. Eerlijkheid, dat is heel belangrijk. Nou, niet achter mekaars rug om lopen te kletsen. Maar gewoon ook proberen iedereen recht in het gezicht te zeggen wat er aan de hand is. En daar ga ik voor in het leven. Okay. Dus, en ik, dat is gewoon eerlijkheid. En Gerbrand, geldt dat ook voor jou? Ja, dat geldt ook voor mij. Alleen het heeft wel een nadeel. Ik ben wat dat betreft heel direct. En dat bij mijn werkgever gaf dat nog wel eens problemen. Omdat ik altijd heel direct reageer. Maar ja, ook bij mij staat eerlijkheid hoog in het vaandel. Oké. Ja, dat vind ik belangrijk. Je hoort wel eens dat mensen een levensmotto hebben, hè? Heb jij dat bijvoorbeeld, Gerbrand? Ja. Zo'n tegeltjeswijsheid? Ik denk het wel, ja. En welke is dat? Wie zijn geld verliest, die verliest veel. Wie een vriend verliest, die verliest meer. Maar wie de moed verliest, die verliest alles. Kijk, dat is een hele mooie. Kun je hem nog één keer herhalen voor thuisfront? Wie zijn geld verliest, die verliest veel. Wie een vriend verliest, die verliest meer. Maar wie de moed verliest, die verliest alles. Nou, kun jij er nog overheen, Bert? Nee. Dat is wijsheid. Dat is, zit in de ouderdom. Hè. Dat is voor hem niet meer. Dus. Ja, oké. Iets heel anders. Stel, je krijgt 30 seconden de tijd om de wereld eens toe te spreken. Wat zou je dan de wereld op dit moment mee willen geven? Dat er vrede moet zijn, dat die aanslagen moeten stoppen en dat iedereen eens een keer met elkaar kan omgaan en geen ruzie maken. Daar heb ik niet eens 30 seconden voor nodig. Nee, inderdaad. Nee. We zitten op 10 en je hebt al heel wat gezegd. Ja. En geldt het ook voor jou, Gerbrand? 30 seconden om de wereld toe te spreken. Wat ga je dan beklemtonen? Nou, waar ik het meeste moeite mee heb in deze wereld. Alle oorlogen en oneenigheden gaan over geloof. Dan denk ik, mensen, als jullie geloven, maak dat dan ook waar. En gebruik niet geloven om een of andere sectevormig iets te beginnen. Maar probeer dat gewoon. Als jij gelooft, dat is goed. Maar gebruik dat dan ook om goed te zijn en niet om. Ja, en respecteer iedereen. Ja, iedereen. En respecteer ook een ander zijn geloof. Over geloven gesproken en een bepaalde levensbeschouwing. Komen jullie uit zo'n nest, een gelovig nest? Ja. Komen we wel uit een gelovig nest. En Bert, vertel eens wat over. Wat voor nest was dat? Hervormd of gereformeerd of katholiek? We waren hervormd. Hervormd. Okay. Maar ik doe er nu niets meer aan. Nee. Nee, ik ben wat dat betreft. Je bent niet meer kerkelijk? Nee, ik ben niet meer kerkelijk. Nee. Dus nee. Maar goed, dat is nog maar eenmaal mijn keuze. En, ik respecteer iedereen die gelooft. Maar ik hoop ook dat ze dat mij doen, dat ik niet geloof. Ja. En dat geldt ook voor jou, Gerbrand? Ik ben nog wel lid van de kerk, maar ik ben niet praktiserend lid meer. Zo heet dat toch? Ja, inderdaad. Iets heel anders. Gerbrand, wat is nou het gekste wat jij ooit hebt gedaan in je leven? Het gekste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven? God, daar heb je nu iets in. Nee. Ja, er zijn zoveel dingen geweest, maar... Ja, het gekste. Ja, dan zou ik zo niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Bert, help me. Ja, ik weet het wel. Nou, dat was op vakantie. We waren op vakantie en het was 's nachts en we kwamen terug van stappen en we wilden gaan zwemmen. Toen op de blote kont in de lift en over de straat heen en het water ingedoken. Kijk, dat is toch wel het gekste wat ik gedaan heb. Ja, daar was ik niet bij. Nee, was jij niet bij. En zijn er nog foto's van? Nee. Gelukkig niet. Oké. En heb je ook nog hobby's naast DVS, Bert? Vissen. En klaverjassen. Vissen en klaverjassen? Ja, en vakantie. Dat vind ik ook heerlijk. Ja.
Daar, dus, dat is een grote club in Nederland, hè? Die ja. Maar het is wel lekker. Dus, helder. Nou, maar dat zijn mijn hobby's een beetje. En Gerbrand? Naast DVS? Ja, klaviassen en... voor de rest niet zoveel. Oké. Ja, ja. Boek of film, Bert? Film. Gerbrand? Film. Senioren of junioren pupillen? Senioren. Ook senioren. Gisteren of morgen? Morgen. Ik heb ook morgen, ja. Feit of fantasie? Beide. Ik hou van feiten. Oké. Okay. Doodstraf of levenslang? Soms voor doodstraf. Wanneer? Als het overduidelijk bekend is dat iemand een feit heeft gepleegd wat niet door de beugel kan. Ja. Gerbrand? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Waar de nabestaanden levenslang hebben, zeggen ze nou wel eens, verdient de dader de doodstraf, vind ik. Wijn of bier? Bier. Wijn. Begraven of cremeren? Cremeren. Begraven. Telegraaf of Volkskrant? Geef er twee. Telegraaf. Ajax of Feyenoord? Ajax. Ajax. Okay. Heren, tenslotte, wat willen jullie nog per se gezegd hebben? Dus nu je kans. Dat DVS op deze voet mag door blijven gaan en dat we ons hier heel goed in kunnen vinden. Tenminste, ik wel. Helder. Ja, daar wil ik me wel op je aansluiten. Ik denk dat er weinig toe te voegen is. En laat de club zo mooi blijven als dat hij altijd geweest is. En dat we nog een hoop plezier kunnen beleven met z'n allen aan elkaar. Ja, lijkt me heel leuk. Aan jullie kan je, aan jullie stille krachten zal het niet liggen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Oké. Oké, dan gaan we met je een beetje.